We zijn vandaag in Den Bosch, actief met ons fietsstimuleringsprogramma. Een programma wat is opgesteld vanuit Brabant Sport en La Vuelta Hollanda. 12% van de kinderen gaat altijd met de auto naar school. Terwijl 97% binnen 2 kilometer van school woont. Dat is waarom we dus ook af willen van de achterbankgeneratie. 56% van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar voldoet aan de Nederlandse beweegvorm. Veel kinderen bewegen dus te weinig. Kinderen vaker laten fietsen kan dus bijdragen aan een gezonde levensstijl. 1 op de 9 kinderen in Nederland heeft ook gewoon geen fiets. Dat kan simpelweg zijn omdat het niet in de cultuur wordt opgenomen, maar ook omdat het voor veel ouders ook te duur kan zijn. En samenwerking met Stichting Leergeld Nederland werken wij er dus aan om kinderen op basisscholen die naar de middelbare school gaan aan een fiets te helpen. De kernthema's die belangrijk zijn bij het fietsstimuleringsprogramma zijn zowel fietskennis, dus meer kennis bijbrengen over fietsvaardigheid. Door middel van de samenwerking die we hebben met de Pump Factory krijgen ze verschillende oefeningen op de fiets, op een pumptrack, op een mountainbike, maar zowel ook op hun eigen fiets om te kijken wat voor vaardigheden ze nog meer kunnen leren. Daarnaast het stukje fietsveiligheid. Samen met Fietsnet worden alle fietsen gecontroleerd op zowel een lekke band, de bel, de ketting, de verlichting, om hierbij dus nog meer de kinderen op een veilige manier naar school te laten gaan. Het fietsstimuleringsprogramma is dus bedoeld om uiteindelijk meer kinderen op de fiets te krijgen. Zowel naar hun vriendjes, naar hun opa en oma, maar ook naar hun eigen sportactiviteit. Om zo ook meer plezier eruit te halen en ja, meer te laten fietsen.